Jan de Jong, Dog Training School in het Turledenpark. Jan, het vuurwerk komt eraan. Wat betekent dat voor dieren en met name voor de honden? Voor de honden, heel veel leed. Heel veel leed. Mensen zijn niet voorbereid. Mensen zijn niet voorbereid op oudjaarsavond en op de avonden daarvoor. En vaak denken ze het gaat vanzelfsprekend. Maar je moet honden moet je wel voorbereiden op dit soort zaken. Hoe bereid je ze voor? Nou, we beginnen altijd met een beetje muziek. Gewoon een beetje muziek en een beetje herrie maken, een zeiltje. We beginnen met rustig vuurwerk. Geen knalvuurwerk overigens. Dan steek je geen echt vuurwerk af. Het is allemaal op een sticky. Er komen wat grotere speakers bij kijken. Wat meer geluid, wat meer rook. En dat werkt heel goed. Ja. Wat is de rol van de baas met name op zo'n moment? Je hond spelenderwijs bezighouden. Gaat niet reageren op angstige honden. Want dan krijg je meer angst en ze duiken meer weg. Wij doen het spelenderwijs met een balletje, met een parcoursje uitzetten. En dat werkt heel goed. Nou, zouderenjaarsavond natuurlijk niet te vergelijken met de oefening die we nu plaatsvinden. Wat is met name, denk jij, het grootste verschil? Nou, oudjaarsavond heb je natuurlijk een massaal vuurwerk. En ja, ik zou sowieso met een hond s'avonds laat helemaal niet buiten gaan lopen. Hij doet dat lekker begin van de avond. En is je hond heel bang, zet de muziekje thuis op. Dat hij een beetje afleiding hebt. En dan kom je de avond makkelijk door. En daar heb je helemaal geen medicijnen voor nodig. Mits ze extreem bang zijn. Want het gebeurt wel, honden zijn extreem bang. En dan moet je medicijnen gebruiken. Gewoon dat hij wat rustiger wordt. En dan heb je net die piek eraf gehaald. En dan heb je ook een hele relaxed hond. Is er nog verschil onder de hondensoorten? Welke soort er banger is dan een ander soort? Nee. Het is niet rasgebonden. Het is wel zo, als je één hond hebt die bang is en je hebt een tweede erbij die niet bang is, die gaat het wel overnemen. Het is wel kopieergedrag. Want dat gebeurt wel. Als je één bang hebt, dan wordt de tweede vanzelf ook bang. Maar hoe ga je daarmee om? Doet er wat mee. Dat is heel belangrijk. Is het een middel om op die avond, die oudejaarsavond, de hond ergens in een kamer lekker met de deur dicht te doen? Of zeg je juist niet doen? Nee, betrek hem gewoon bij het feestje lekker binnen. Weet je? Dan heb je mensen praten, het is afleiding voor hem. Ja, geef die hond gewoon aandacht en dat is heel belangrijk. Even een gezamenlijke waarschuwing namens ons beiden aan mensen die met vuurwerk op straat lopen. Gooi het alsjeblieft niet naar honden en dieren in het algemeen. Nee, helemaal niet. Als iemand voorbij komt met een hond, stop gewoon even. En ik snap allemaal dat ze allemaal vuurwerk al willen steken. Maar hou ook een beetje rekening met de huisdieren. Ook met katten die loslopen. Weet je, die komen of die schieten de rijksegel. Honden schieten de rijksegel, worden aangereden. En daar is niemand bij gebaat. Absoluut niet.